Nou, dit is dus de basis. Ja? Je ziet dus nu dat warm tapwater in bedrijf is. Zie je bovenin in de statusbalk. Warm tapwater is in bedrijf. En je hebt hier onder het tandwieltje komen bepaalde instellingen. Heb je een instellingenmenu? Dit is de eerste en dit is de tweede. Ja? We kunnen dus bijvoorbeeld onder zone 1 kan je zeggen van ik ga onder de stooklijn werken. Bij min 10 doet hij bijvoorbeeld 40 en dat soort zaken allemaal erbij. Je kan een vaste aanvoertemperatuur kan je hem geven. Je kan een tweede zone, een hoogtemperatuurzone, kan je bijvoorbeeld ook nog kiezen. We kunnen tapwater kan je instellen hier. We hebben eco-modus kun je erin zetten in het tapwaterbedrijf. Wanneer die moet aanschakelen en dat soort zaken. Wanneer die, dat die een bepaalde tijd op tapwater gaat en dat die daarna weer terug gaat. Naar cv-bedrijf om de woning niet te ver af te laten koelen. Je kan het tapwateropslag kan je kiezen, een klokbedrijf, zodat je ziet van hey, op welke datums wordt die vrijgegeven. Of van welke datum, welke uren per dag wordt die vrijgegeven. We hebben een nachtmodus, eventueel voor een geluidsreductiemodus, die we eigenlijk doorgaans niet nodig hebben, maar daar zit er wel op. Legionella bedrijf. We hebben hem hier dan bijvoorbeeld op zaterdagmiddag om 2 uur 's middags staan, omdat je dan eigenlijk de meeste warmte in de lucht hebt zitten 's middags. Dan heb je je temperatuur, die staat hier op 60 graden 20 minuten volgens de ISO 98. Je kan nog een vakantieprogramma erin zetten. De gebruikersinstellingen kan je zeggen, fabrieksinstellingen. We kunnen nog naar opzij naar de werkmodus. Tapwater verwarmen, koelen kan je aangeven. Je kan bijverwarming kan je kiezen of dat je hem als hybride of all electric en dat je hem met een intern verwarmingselement laat opwarmen. Je hebt een startmoment voor je bijschakelen cv, nou, hoeveel graad minuten die moet bij je gaan verwarmen. We hebben hier circulatiepomp instellingen, je kan kiezen voor een buffervat bijvoorbeeld en dan kan je dus extern kan je het een en ander kan je aansturen. We hebben hier een droogstookprogramma hebben erin zitten, we hebben hier nog een aparte hybride instellingen. Dat je die in kan schakelen. Je kan dan eigenlijk de warmtepomp helemaal uitschakelen op een bepaalde buitentemperatuur. Dat bijvoorbeeld in de hybride vorm de cv-ketel het helemaal over kan nemen. Onder kopje overige instellingen zie je de omlooptijd van de driewegklep. En je kan dus hier ook nog een automatische circuitshift met ontdooicyclus kan je er helemaal instellen. En je hebt hier de real-time monitoring. Wat die doet aan stand, expansieventiel, compressorsnelheid. We hebben de drukken, hoge druk, lage druk, persdruk, zuigdruk, dat soort zaken zitten er allemaal bij. In dit gedeelte, dan ga je weer naar de basis. Je hebt een tandwieltje, je kan ook de i drukken van informatie. Dan krijg je eigenlijk een hydraulisch schema in beeld. Maar ik vind deze eigenlijk altijd het fijnste. Dat is jouw koeltechnische circuit, waarin de verdamper wordt benoemd, de compressor en jouw condensor. En hier in het condensor. Dan komt hij weer even terug naar het waterzijdig inregelen. Dan daar tussen de aanvoer en de retour. Dat je daar natuurlijk op de juiste manier waterzijdig kan gaan inregelen. En dit vind ik heel erg belangrijk.